Het is wel een heel mooi huisje dit. Ja, hebben jullie deze gemaakt? Ja. Ja. Dit is een Varia-huisje. Ja, dat klopt. Dat is mooi, hè? Jullie zijn er maar het opruimen, zie ik. Lukt het? Alles gaat feesten. Ja. Heb je dit huis helemaal zelf bedacht? Leuk, man. Ja, we wouden eerst zoiets ook ongeveer maken. Alleen toen, ja, de zijkant hadden we toch maar niet gedaan. Dus toen hadden we het helemaal zo mooi. Ja. Echt een verdieping in en een zolder. Ja. Jongens, dit huisje is voor jullie? Ja. Heb je met elkaar gemaakt? Ja, hebben we bij elkaar gemaakt. Met een zolder erop. Nee, wat zeg je? We hebben hier ook kapstokjes. Lukt het, Timmerman? Gaat goed? Oh, wat ben je dan gaan afmaken? De vloer? Ja, de vloer hier. Ik doe al de spaakjes nog even goed in. Helemaal goed in. Ja. Jongens, jullie hebben een balkon hier. Ja, wat leuk, man. Ja, hè? Met elkaar gemaakt. En wie heeft het idee bedacht dan? Het ontwerpen van het huis? Ja. Op de tekentafel of ben je gewoon begonnen? We zijn gewoon begonnen. Ook al zo'n mooi huis. Lekker chips erbij. Volgens mij is jullie huis klaar, of niet? Ja, bijna. Wat ga je er nou nog aan veranderen dan? Of wat moeten jullie nog doen? Weet ik niet. Nou, we moeten eigenlijk nog een dak hebben, maar daar hebben we bijna de tijd niet voor. Ja, iedereen moet de schoenen uit doen. Dan hebben we de burgemeester van het Timmerdorp. Maar Gerrit, joh, was dit een succes? Ja, dit is geweldig. Zoveel deelname en zo gezellig, die jongens allemaal met elkaar. En werken doen die jongens allemaal. Werken. 'S morgens om 9:30 zijn de eerste hier. En om 10:00 mogen ze dan beginnen. Nou, ik heb nog nooit mensen zo hard naar het werk zien lopen als die jongens. Ja, maar dit is echt wel een geslagen evenement. Ja, absoluut. Goed. Wat een plezier, Blim, zie je. Ja, dat is fantastisch. Want er valt ook eigenlijk geen miswoord. Nu wordt wel tijd dat ze stoppen, want broers, ze hebben ze een beetje uitgetimmerd. Maar ze hebben met veel plezier en iedereen ook met veel respect voor elkaar. Ja, wat bijzonder. Voor de eerste keer dat het allemaal zo geslaagd is, dat kunnen we de Varia aanrekenen dat ze dat heel goed gedaan hebben. Vind ik ook. We gaan straks eens de prijs uitreiken. Ja. Dit is onze grote hut. Wat is je naam dan? Ilana. En jij hebt meegeholpen aan dit mooie huisje? Ja. Met tweede verdieping, zie ik. Ja. Hoe heet je? Thomas. Thomas, vertel eens. Ja, we doen nou nog echte dingetjes die moeten gebeuren, dus ja. Wat is dat nou? Dat is? Ja. Je hebt een stoffertje in je hand. Ja, omdat ik het ook nog even schoon moet maken en ja. Laat eens zien hoe je dat doet. En het laminaatje moest ik net nog even steviger timmeren. Dus ja, het zijn echte dingetjes die nog moeten gebeuren. Jullie gaan voor de eerste prijs? Ja, we gaan nog voor de eerste prijs, ja. Gaat goed, jongens? Ja, ik heb mooi stemmen. Gaat goed? Ja, supergoed. Oh, de afwerking? Ja. Maar wat is dat voor een bord? De bouwtekening. De bouwtekening? Ja. Eerst het balkon, trap, de garderobe, het terras, de achterdeur. En dan heb je ook nog de andere kant. En dat is de onderverdieping. Dit is de bovenverdieping. Ja, hier heb je het terras, het dak, de torens en het balkon weer. Mag ik een kijkje nemen in jullie huis? Jawel. Ja. Hier hebben we de garderobe. Daar hangen we onze jassen en tassen op overdag. Als we hier bezig zijn. Daar hebben we een pallet, dat is ook voor de ondersteuning en je kan er tegenaan leunen. En dan kunnen we naar boven. En hier hebben we de trap en we kunnen naar boven. Ja, een gereedschap, bordje gemaakt. En daar kan je dan je hamer, hier hangt de zaag, hier de tangen, hier hangt de bezem en de andere hamers. Hier hebben wij, net zoals als iemand is geslaagd, hebben we een echte tas en een vlag. Hebben we hier een puntdak.
En hier hebben we dan zo'n toren, daar kan je lekker op zitten en dan kan je uitkijken. En hier kan je ook op zitten. Jongens, dit is jullie prachtige woning. Heb je met z'n drietjes gemaakt? Nee. Hoe heet je dan? Twan. Hoe? Twan. Heb je dit huis alleen gemaakt? Ja. Niet helemaal alleen. Niet helemaal alleen. Hoe heet jij dan? Juri. En hoe heet jij dan? Micha. En met z'n drietjes hebben jullie dit gemaakt? Ja. Ja. Mag ik jullie huisje van binnen wel even bekijken? Ja. Ja, mag. Ga je mee dan? Zij zit nou in de kamer. Ja. Mooi om te doen? Ja. Jongens, wat een prachtig huis hebben jullie. Deze is voor jullie? Heb je met z'n drietjes gemaakt deze woning? Nee, met de zessen. Oh, maar er zijn een paar op burenbezoek. Die zitten beneden. Die zitten geloof ik beneden. Die zitten in het huis? Ja. Mag ik daar een kijkje nemen? Ja. Wat heb je mooi gemaakt, jongens? Niet thuis. Ja, we hebben een klein villaatje gebouwd, een soort. Maar met een onderverdieping, die hebben we nu helemaal gepoetst. En dan moet je nu ook je sokken uitdoen, anders wordt het weer helemaal vies. Schoenen. Ja, schoenen. Heeft jullie huis ook een naam? Spijker. Jongens, gaat het goed? Ja. Dit huis is voor jullie? Ja. Ja. Oh. Ja, superhuis. Ja. Hoe zeg je? Hier binnen zit ook nog een bank. Oh, hier binnen zit een bank. Waar. Een uitrustbank. Ja. Super gedaan, joh. Werkelijk. Hartstikke leuk. Lekker chillen. Je maakt hem schoon. Ja, dat klopt. Ben je thuis ook zo netjes? Nou, ze letten hier ook op de punten en zo. Maar jullie hebben een huis met gordijntjes. Ja, dat klopt. Wat gezellig, ja. Ja, heel erg. Ja. Voor mij heb ik dit huisje nog niet bekeken. Dit is jullie huisje. Hoe heet je? Martijn. Ivar. En wie zit naast jou daar zo? Sven. En jullie hebben met z'n drietjes dit huis gemaakt? Oh, daar staat er nog iemand. Dat is Veron. Veron. Dus jullie zijn er druk mee geweest? Ja. Was het leuk om te doen? Ja. Ja, hè? Ja. Een mooi huis ook. Hé, hey, dit is wel een heel opvallend huis is dit, jongens. Maar dit is een hoog huis. Ja. Maar ja, je hebt het zelf ook lang. Ja, klopt. Dit huis hebben jullie met z'n tweeën gemaakt? Nou, nog wel wat meer, maar die zijn er nu niet. Oh, dus. Nee, maar wat leuk joh. Maar ik zie hier een bord, wat staat erop? Al onze namen staan erop. Noem ze zo op dan? Dit is Danny, Nora, Nelle, Chantal, Richard, Loutse en ik, Werry. En met zoveel mannen hebben jullie dit huisje gemaakt en dames. Ja. Ah, leuk joh, super. Wacht even, dit huisje hebben jullie gemaakt? Ja. Hoe heet je? Nout. Nout, hoe is het Nout? Goed? Goed. Vond het leuk om te doen? Ja. Ja. Ik heb een vraag, wie vond het niet leuk om te doen? Jullie vinden het leuk om te doen? Ja! Wee! Maar laat eens even zien, want jullie hebben ook een huis gemaakt. Zal ik hem dit ja, is ik erin wil? Dit is ons huisje en daar zo hebben wij een roller en dan kunnen we ook allemaal spullen mee omhoog huizen en zo. Oh, laat eens zien. Oh, jullie hebben een ijskraantje erbij? Ja. Oh, voor de boomverdieping? Kijk, wij kunnen hier allemaal bijvoorbeeld dit houtje erin stoppen. Hij zit. En dan hijsen we dan heel veel houtjes tegelijk omhoog. Want via de trap kunnen we niet zo snel. En dan pakken we het daar weer uit. Maar via de trap kunnen we niet zo snel de dingen vervoeren naar boven. Jullie hebben erover nagedacht? Ja. En Luc die heeft vandaag dat ding meegenomen. En dat is Luc. En die heeft vandaag dat ding dus meegenomen. En toen hebben we aan de man gevraagd, kun je er een gat in ons ding maken? Hebben we dat ding erin geslagen. En toen hebben we een touw gebruikt en hebben we, hij had ook een emmer meegenomen.
En toen hebben we die touw aan de emmer vastgeknoopt. En toen kwam dit eruit. Met andere woorden, jullie hebben heel veel plezier gehad. Vooral met blauwe vingers. Oh, ja. Geeft dat niet. Het was ook wel, want het was ook wel leuk, maar de eerste verdieping, de eerste verdieping, nou, dat ging wel nog best, dat ging was wel het makkelijkste, maar toen erop was het wel moeilijker. Ja. Maar het was wel leuk geweest. Oh, mooi. Eerst hadden we het nog helemaal niet mooi. Toen hadden we alleen maar een platte grond, maar nu hebben we dit allemaal al. Ik hoor, wat was je nou? Sam. Sam, maar ik hoor, jij bent tevreden, of niet? Ja. Ik vind het ook hartstikke mooi zo. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Hartstikke goed. Ik ga er even van het podium af. En we beginnen met de derde prijs. En de derde prijs. Oh, jullie gaan er. Wij vonden de derde prijs. Wat keurig aan de derde prijs was. Ze hadden een politiekeurwerk. Ze hadden een snelste glijbaan voor alle leeftijden. En een hartstikke mooi dakluik. En het is... Tromgeroffel. We staan op de tafel. Pien Spijker! Dan gaan we meteen door naar de tweede prijs. Bij de tweede prijs waren twee bouwtekeningen aanwezig. Een werkende bel, een tuin voor hond en kind. En inderdaad, Ronald gaat het maar nog even aan. De bouw was volgens tekening precies op de juiste maat. Tweede plaats, Tromgeroffel. De Man Cave! Van het allereerste Tippendorp tijdens het Tweede Zwaar. We waren hartstikke blij met de verlichting en de dakraam. En dat er heel veel vragen.